In deze derde editie van onze Kinderhuizen-serie brengen wij een bezoek aan Kinderhuis Samuel aan de Kernkampweg. De voorzitter van het bestuur van Kinderhuis Samuel, Remy Oosterwalde, zegt dat ondanks de economische situatie in het land het goed gaat met het tehuis omdat ze hulp krijgen van mensen en daarbovenop stellen ze hun vertrouwen op God. Echter wil dat niet zeggen dat Kinderhuis Samuel geen uitdagingen kent. Een van de uitdagingen die het Kinderhuis Samuel ervaart, ligt binnen het financieel aspect. Het tehuis dat onderdak biedt aan 17 kinderen, leeft van subsidie van de overheid en van donaties. Maar gezien de prijzen in de winkels is het niet altijd even gemakkelijk voor de leiding van het tehuis om uit te komen met hetgeen ze hebben. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het personeel nog ondergewaardeerd is. Het gemiddeld salaris bij Kinderhuis Samuel is 4.500 SRD, terwijl de armoedegrens gesteld is op 7.396 SRD. Ook kent het tehuis uitdagingen om de plek goed te onderhouden. Tot op dit moment zijn wij niet tevreden over het niveau of het salaris dat wij aan ons personeel uitbetalen. We vinden dat de mensen meer recht hebben, maar we kunnen gelet op onze financiën, kunnen we niet gelijk of niet, ja, ik moet het voorzichtig uitdrukken, kunnen we niet helemaal voldoen aan een goed salaris dat wij graag willen zien, dat de mensen dat ontvangen. Je weet, een gebouw die moet regelmatig gerenoveerd of geonderhouden worden. Dus dat is ook een uitdaging. Daarnaast ook het goed onderhouden van het terrein. We proberen met het personeel dat we hebben en met de kinderen die we hebben, omdat dat deel is van hun opvoeding ook, dat ze helpen in de omgeving waar ze wonen, in de ruimte waar ze wonen, om te helpen waar ze kunnen. Sommigen zijn te klein en die kunnen dat niet, maar die oudere kinderen wel. Dat is een deel van hun opvoeding. Waarbij ze helpen om, laat maar zeggen, het gebouw en delen van het terrein schoon te houden. Ze kunnen natuurlijk niet alles, maar we proberen dat wel. En dat is een deel van de uitdaging. Oosterwalde doet een beroep op de overheid om te voorzien in meer personeel voor het tehuis en dat het salaris opgetrokken wordt naar een goed niveau. Anders dan andere kinderhuizen ontvangt Kinderhuis Samuel elk jaar haar subsidie van de overheid. De voorzitter geeft aan dat de betaling soms laat plaatsvindt en gezien de ontwikkeling van de koers de subsidieaanvraag achterhaald is. Ook geeft Oosterwalde aan dat er af en toe steun komt vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Omdat die koers veel hoger ligt dan toen die subsidieaanvraag werd gedaan. Met als gevolg dat je een bedrag krijgt die veel lager ligt. Maar ik kom terug op het feit dat we een gelovige instantie zijn. We vertrouwen op de Heer. We geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. En we mogen zien dat Hij voor ons zorgt. Hij houdt dit werk staande door middel van mensen die het hart op de juiste plaats hebben. En ons tegemoet komen in onze nood. Ik moet zeggen, dat is wel niet op regelmatige basis. Worden we gebeld door het ministerie van Sociale Zaken. Waarbij we levensmiddelen mogen ophalen. Er wordt ons een lijst gestuurd met de vraag. En op die lijst staan er verschillende soorten levensmiddelen, bijvoorbeeld rijst, bijvoorbeeld blikjes waren en zo. En dan moeten we dat invullen aan de hand van onze behoeften. En dat wordt dan ingediend bij het ministerie en dan worden we gebeld om dan bij een bedrijf te gaan om daar die spullen af te halen. Maar soms is het wel zo dat we hetgeen dat we hebben opgegeven, dat we dat niet ontvangen. Maar we willen daarbij toch wel zeggen dat we dankbaar zijn, omdat we ervan uitgaan dat niets vanzelfsprekend is.
Kinderhuis Samuel heeft een capaciteit voor 30 kinderen. Echter vindt de voorzitter het een risico om meer kinderen dan de huidige 17 onder te brengen. Gezien de financiën en het aantal medewerkers vreest Oosterwolde dat zo'n handeling zal inboeten aan de zorg van de kinderen. Er komen regelmatig verzoeken binnen, maar gezien de omstandigheden moet er kritisch gekeken worden naar elk verzoek.